Hallo, ik ben Lisa. Ik kom op voor de jongeren bij het ACV. Ik wou eigenlijk een keer bij mijn collega's horen wat ze het belangrijk vonden met het vorige kiesprogramma. Ik zie ineens met een collega al zitten. Hè? En Peter, wat vind jij belangrijk? Ja, ik vind het belangrijk dat we via de enquête die we gedaan hebben onlangs eigenlijk voor de psychosociale belastingen en de werkdruk, dat we dat toch nog meer op de agenda moeten zeggen of op de kalender. Hé, hey, Wim, wat vond jij belangrijk? De speedpedelecs in het fietsplan, we gaan dat nu verkrijgen via het cafetariaplan. En mits een veiligheidsopleiding kun je die fiets opleasen. Kijk hoe. Terry, wat vind jij belangrijk? Ik kom op voor een hogere telewerkvergoeding. Die is momenteel 3,5 euro per dag. En dit is al zo sinds corona. Met de huidige inflatie mag dat een groot stuk groter zijn. En Wienke, wat vind jij belangrijk? Ik vind de Breakthrough Benefit belangrijk, waarbij Albert Poula graag heeft dat ze op 12 weken het geboorteverlof gaan zetten, zowel voor mannen als vrouwen, wat momenteel hier binnen Puurs nog niet verwezenlijkt is. En dat willen wij wel doen. En Bart, wat vond jij belangrijk? Wat vond ik belangrijk? De invoering van de maaltijdcheck. We zijn begonnen op 3,5 euro en dat is ondertussen 4,5 euro. En vanaf volgend jaar, 2025, 5 euro per dag. En dat mag naar 8 euro de komende jaren. Oké, goed. Een onderzoek het liefste. En Gina, wat vind jij belangrijk? Wel, met onze ploeg werken wij rond welzijn op het werk. Hè. We proberen afspraken te maken rond de connectie. Dat is zeker een van de dingen die we heel graag willen regelen. Daarnaast heb ik ook aandacht, samen met mijn collega's uiteraard van het CVW, rond psychosociale aspecten op het werk. Dan heb ik het over stress, burn-out en dat soort van dingen. Perfect. En Koen, wat vind jij belangrijk? Ik vind het belangrijk dat de vakbond ook opkomt voor de kaderleden, omdat de kaderleden toch een groot en belangrijk deel uitmaken van de werknemers. Ze hebben ook al heel veel voordelen bekomen die al voor de bedienden gelden en die ook voor de kaderleden nu gelden. En als je daar nog meer info over wilt, dan hebben we nog een filmpje voor je. Oké, top.